Het was even slikken voor de ras-echte snekers toen eind maart het eerste postzegelvel Mooi Nederland Snake uitkwam. Op het velletje, bestaande uit 5 postzegels van 44 cent, stond een bruin scootsje. Dat was niet de snekerpan, want die is groen. En in het zeil ook geen waterpoort. Donderdagavond werd dat verzin met postbedrijf TNT goedgemaakt door het Dikkie van de Werffonds dat dit jaar 15 jaar bestaat. Panschipper Douwe Visser kreeg tot zijn verrassing een echt postzegelvel met daarop de snekerpan. Toen Kaast en ik het over de activiteiten van de illustere naamgever van het fonds aan het praten waren, kwam ook het stukje PR dat Dikkie van de Werf voor de snekerpan en sneek deed naar voren. Hoe zou Dikkie van de Werf het vonden hebben als hij wist dat op de snekerpostzegel die het op 25 maart jongsleden presenteerd worden, ontdekt had dat er wel een scootsje op stond, maar dat het beslist niet de snekerpan was. Ik weet niet. Het initiatief om een originele snekerpostzegel uit te geven was zeker in goede aarde bij Dikkie van de Werf al. Maar dat er zijn Bruus Kipke zonder de waterpoort in het grootzeil op oude beelden was, nou nee, dat had hem vast minder enthousiast gemaakt. En toen kwamen Kast en ik op het lumineuze idee om zelf maar een snekerpanpostzegel te maken. Een veldje van 10 postzegels met alleen de afbeelding van verreweg het snelste SKS-koetsje op de postzegel. En als we die snekerpanpostzegels nou eens aanbieden zouden aan skipper Douwe Visser, ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van het Dikkie van de Werffonds, met op de citranen van de postzegel de naam van het Dikkie van de Werffonds. Dat zou verrekte joppen geweest. En omdat Kast en ik beiden zo enthousiast werden en ook al wat bier op hadden, hebben we dat plan nog uitvoerd ook. We laten het vanzelf niet bij eens een veldje, want krijgt als Dikkie van de Werf zien we er ook nog weer handel in. We laten meer veldjes drukken en de verkoopopbrengst komt in zijn geheel ten goede aan het Dikkie van de Werffonds en dus aan de snekerpan. En daarom willen wij nou officieel het eerste postzegelvel aan Douwe Visser, skipper van de snekerpan, aanbieden. En we maken verdadelijks van de gelegenheid gebruik, Douwe, om jij en die bemanning een succesvol, maar vooral sportief SKS-kampioenschap 2008 toe te wensen. Maar dan krijgt eerst de postzegel. En Douwe, de commissaris van de Koningin, het afscheid noemen, kreeg altijd een tuten van. Ik denk, dan krijg je geen tuut van me, maar wel een snoezig stukje inpakpapier, roos, roosjes en een hartje. Maast hem uitpakken, alsjeblieft. Nou, leuk. Dan maakt hem wel even zien, jullie hadden het al. Het enige echte postzegel, de snekerpan, heel duidelijk. Er staan een viertje postzegels op. Er staan 10 postzegels op. Met viertje bemanningsleden, nou, dan heeft hij ook vreemde postzegels met dat, dan is dit ik. Nou, dan komt het heel goed uit, want Kast die heeft die echte postzegels, want hij heeft alleen een gaten, dit is alleen maar voor het fotomoment. Maar Kast die zal die nou de echte postzegels ook overhandigen, want het is geen flauwekul. Nee, het is ook duidelijk een snekerpan, hè? Dit is een echte goeie. De kantaris besteld van Steven. Ik zal die alvast de eerste geven. Dit is het eerste veldje en die, alle bemanningsleden die krijgen uiteraard ook dit eerste vel en alle sponsoren van het Dikkie van de Werffonds. En ja, we gaan deze postzegels straks te koop voor een veldje voor €5 en een 100 vel is dan te koop, dan moet ik even goed rekenen, voor €50. Dus, en hopen we daar nog wat geld door binnen te halen, wat extra sponsorgeld. Ja, we doen er wat mee op, we moeten er natuurlijk wel beter van worden. Hè? Want zoals Dikkie zei, we zijn geen spaarvereniging, we zijn wel een beetje, maar we moeten wel zorgen dat we geld hebben, dat we kunnen blijven varen met de snekerpan. En ik denk dat we dat de afgelopen 15 jaar denk ik, genoeg bewezen hebben, dat denk ik Dikkie van de Werffonds een hele goede formule is. Sponsoren, allemaal gelijk, hetzelfde bedrag inleggen, niet iemand de overhand hebben en zorgen dat we met z'n allen zorgen dat het skip mooi vaart. Dus ik hoop dat in ieder geval dit weer een aanzet mag wezen om in ieder geval toch even stil te staan bij 15 jaar Dikkie van de Werffonds. Hey, ik vind het een prachtige gedachte en ik denk dat het echt een actie is die in de geest is van oma Dikkie. Ja. Nou, bedankt. Heel graag.